Vanaf de geboorte ontwikkelt je kind zich meteen heel snel. Veel ouders vragen me van wat kan mijn kindje nu zien? En als je kindje pas geboren is, we weten natuurlijk niet precies wat je kind kan zien, maar we denken vooral het verschil tussen licht en donker. En als je heel dichtbij bent, al een indruk van een gezicht. Maar dat ontwikkelt zich heel snel. Je ziet eigenlijk bij kinderen van 2 maanden al dat ze je gaan volgen, dat ze contact maken met hun moeder of hun vader en hun broertjes en zusjes. En dat ze je gezicht heel goed gaan bestuderen. Bijna niets is interessanter voor je kindje als het gezicht van je vader of moeder. Er is aangetoond, door onderzoek van 2 neonatologen, dat kinderen al vanaf de geboorte beginnen met het imiteren van gezichtsuitdrukkingen van volwassenen. Het is dus heel erg leuk om daar van het begin af aan, zoetjes aan, mee te beginnen. Je kunt dus je mond open en dicht doen, je ogen open en dicht, lachen, je tong uitsteken. En je zult zien, als je geduld hebt, dat je kind ook echt daar een respons in laat zien. De bewegingen van je kindje ontwikkelen zich eigenlijk volgens 2 principes. Dat is van boven naar beneden en van binnen naar buiten. En dat gaat gedurende het hele jaar door. De eerste bewegingen van je kindje zijn nog hele grove arm- en beenbewegingen. Wat ik zelf een heel mooi moment vind, en dat zie je zo vanaf 6 weken tot 3 maanden voor het eerst gebeuren, is dat je kindje naar zijn handen gaat kijken. Je ziet een handje soms voorbij komen, dan zie je het er naar kijken en dan zie je het bijna denken van hey, wat is dat voor ding? Hoort dat bij mij? En tot 3 maanden, zo rond die tijd, komen ze erachter dat het inderdaad bij hun hoort. Dat die handjes van hun zijn. En dan zijn de handjes ineens ook meteen heel interessant om op te kluiven. Ook gaat je kind vanaf de geboorte vrijwel meteen al geluidjes maken. In het begin zijn het nog de geluidjes van de ademhaling en kleine kreuntjes. Maar al snel merk je dat je kindje ook daar in contact gaat zoeken. Ze gaat eigenlijk alleen maar klinker gebruiken, zoals a, e. En dat soort geluidjes breiden zich uit en ze variëren ook in het geluid. Soms hoor je ineens je kindje een beetje kraaien of krijsen. Sommige kinderen zijn juist heel zachtjes. En dat gaat zich steeds complexer ontwikkelen. Een kindje ontwikkelt een perfect gevoel voor de stem van zijn ouders, zijn vader en zijn moeder. Vaak zie je als je kindje in de box ligt dat ze met haar oogjes of met het hoofdje al perfect de stem kan volgen van waar moeder op dat moment is. In de keuken of ergens in de woonkamer, hun vader of hun broertje of zusje. En daar reageren ze meteen op. Rond 3 maanden zijn er al een paar kindjes die al proberen naar dingen te grijpen. Die kindjes die kunnen dan al wel per ongeluk soms iets vastpakken, maar hebben nog niet de kracht om het ook los te laten. Want daar heb je andere spieren voor nodig. Dat lukt vaak rond 3 maanden nog niet. Dat komt iets later.